Meer dan 3000 coronabesmettingen in Drenthe. Janneke Ensing zet punt achter topsportcarrière. Het is zacht, er valt veel regen, maar dat was precies een jaar geleden wel anders. 3058 nieuwe positieve coronatesten zijn er het afgelopen etmaal geregistreerd in Drenthe. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM. Nog nooit kwamen er in onze provincie zoveel besmettingen op één dag bij. Het beeld is waarschijnlijk wel wat vertekend. Gisteren werd, mogelijk door een storing, het opvallend lage aantal van 365 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn vandaag geen nieuwe overlijdens als gevolg van het virus gemeld. Een gewonde gisteravond bij een ongeval op de kruising van de Edison met de Archimedes in Meppel. Daar kwamen twee wagens met elkaar in botsing. De oorzaak is nog niet bekend, bij de auto's raakten zwaar beschadigd. Met een erespeld en een oorkonde van het Drentse schaatsgewest nam Janneke Ensing uit Gieten gisteravond in Groningen afscheid van het marathonschaatsen. Ze won 12 wedstrijden op kunstijs en in 2016 ook het eindklassement van de Marathon Cup. Ja, ik denk dat het besef nog later moet komen. Ook met het fietsen kwam dat ook later. Komt het nu eigenlijk een beetje, het seizoen begint natuurlijk. En dat vind ik wel een beetje, ja, denk, oh ja, daar had ik anders ook gestaan. Dus ik denk dat het allemaal nog wel wat later komt. Nou, mijn dochter is erbij, kleinzoon is erbij. Nou ja, wat vrienden zijn er. Van de ijsvereniging Gieten-Bonnen is er wat. Dus ja. Samen afsluiten. Dat is ook heel goed om te doen, hè? In principe vond ik het lange baan schaatsen, wat zij dus in het begin deed, vond ik het allerleukste nog. Ze heeft ook met Wust gereden. En Jong Oranje en daarna. Maar ja, goed, dan moest Janneke op een bepaald moment afhaken met ziekte van vijven met schaatsen. Dus dat was op zich was dat ook wel heel jammer. Maar schaatsen kon ze ook wel heel goed, hoor. Tijdens haar laatste wedstrijd kan ze geen potten meer breken. Ze finisht als 41ste in de massasprint. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb na het NK vorige week zeg maar schaatswedstrijd en dan vandaag weer, dus twee keer in de maand tijd. Dus wat je dan inlevert is snelheid en het was een snelle wedstrijd. Dus ja, de conditie is er nog wel. Dat ging wel vrij makkelijk bij mij, maar ik miste gewoon de snelheid. Dus ja, en dan ik doe gewoon niet meer mee in die finale. Daar heb ik niks meer te zoeken. Ik ga niet voor een plek 5-6, dat doe ik niet meer mee. Ze is onlangs verhuisd naar Edam en gaat nu verder als diëtiste bij de wielermannen van Jumbo-Visma. Nou, mijn eerste koersen worden Strade Bianchi. Ja, daar ga ik wat Italiaanse koersen mee draaien. En sowieso de Giro staat ook op mijn planning. Dus ja, hele mooie dingen ga ik meemaken. Een paar keer op hoogtestage ga ik mee naar Tienje. Dus ja, heel mooi. Er verandert helemaal niks bij jou. Nee, nou ja, dat gaat. Ik ben nog wel af en toe op pad. Maar ik heb zeker veel meer tijd voor mijn familie en voor mijn vrienden. Straks in TV Drenthe Sport een uitgebreid gesprek. Weet u nog? Precies vorig jaar legde een sneeuwstorm dagenlang een wit tapijt over ons land. Het land lag zo goed als plat en de sneeuwval zorgde voor bijzondere taferelen. Zoals bij de golfbaan in Ees, waar de golfclubs werden vervangen door de langlaufskis. De baan was gewoon één witte vlakte. Het was echt wel heel mooi om te zien eigenlijk. We hebben natuurlijk vrij veel heuvels, dus het zag er mooi heuvelachtig uit. Ja, en het is gewoon heel gezellig. Iedereen is zo vrolijk en het doet mensen een beetje denken aan de wintersport. Dus helemaal afgelopen jaar, in verband met corona kon natuurlijk niemand op wintersport. Dus daarom werd er ook optimaal gebruik van gemaakt, ja. Het natte weer vandaag hield de bezoekers van de baan. Maar dat was vorig jaar dus wel anders. Ja, vorig jaar was het echt hartstikke druk. Dus we hebben, ik denk, meer dan 400 mensen gehad het hele weekend, ja. Golf of langlaufen, dat zijn natuurlijk twee heel verschillende sporten. Maar als je zou moeten kiezen, wat zou je dan kiezen? Golfen, ja. Toch ja, wel? Ja. Ja, en dan het liefst mooi weer natuurlijk. Maar... Plantenkweker Willy Waningen uit Klazinaveen kijkt met een heel ander gevoel op de sneeuwval terug. Hij zag zijn kassen namelijk veranderen in een gatenkaas. Toen hadden we echt overal plekken met hier tussen de kaanplanten een bulten met sneeuw van een halve meter hoog. Het was gewoon heel bizar. En dan allemaal ertussen, allemaal glasscherven. En dan waren we erboven nog glasscherven. Je durfde eigenlijk de kast niet in, maar er viel nog steeds meer naar beneden. Het was gewoon echt voor ons op dat moment een drama. Hij was maanden bezig om de boel weer te herstellen, maar relatief gezien viel de schade mee. Want bij collega-telers liep de schade in de miljoenen.
Het zegt iets over de grilligheid van het weer waar je niet altijd grip op hebt. We zijn altijd wel mee bezig. We houden altijd weer altijd wel in de gaten. En je weet ook wel dat het kan gebeuren. En ook met die wind, er werd allemaal op plekken was het sneeuw geblazen. En wij zijn bang altijd voor de storm. Hè? Dan zeggen we, oh, als het begint te waaien, nou, dan als alles maar heel blijft. Hè? En dit hebben wij zelf gewoon de laatste 20 jaar niet meer meegemaakt. Doorgaand verkeer naar Oost-Groningen moet niet door het dorp Kleindijk rijden. Daarvoor pleiten de Kleindijkers al jaren. Maar van de N34 naar Musselkanaal is dat wel de kortste route. Je ziet hierachter ook een bord vanaf de N34 waar altijd nog staat Musselkanaal naar rechts. Dat betekent dwars door de bebouwde kom van Kleindijk. En dat is vooral met het vrachtverkeer een hele slechte zaak. Zij willen dat het bord wordt veranderd. In elk geval moet Musselkanaal eraf. Om de paar dagen heeft Drenthe te maken met aanvallen op schapen door een wolf. De teller dode schapen staat voor januari op 26. Is de Drentse wolf een probleemwolf? Als een wolf herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt, dan noemen we dat een probleemwolf. In Limburg zou een wolf meerdere keren een wolfwerend hek hebben weten te omzeilen. Er wordt daar gepleit voor het afschieten van die wolf. Ook in Drenthe zijn meldingen gedaan van een wolf die door het hek wist te komen. De wolf die heeft de zwaarst mogelijke bescherming die je kan bedenken. Ze afschieten, dat is geen oplossing. Ja, en dan moet je gewoon je schapen beschermen. ProRail begint met het graven van een tunnel onder het spoor bij Taarlo. Die moet de overlast van bevers tegengaan. Dat hij heeft van onderin, vanuit het moeras, zijn oeverhol gegraven. Mooi hoog en droog onder het taluut. Maar blijkbaar toch een beetje te hoog, want het spoor dreigde te verzakken. Om de bever te ontmoedigen wordt een proefsleuf met ballastgrind aangebracht. En als de bever gaat graven, dan stort het iedere keer in. Dus het wordt gewoon onmogelijk om te graven. Is onze hoop. Het moet nog blijken, het is een pilot. Club Limbo in Emmen sluit zich aan bij de actie van de nachtclubs. In heel Nederland openen discotheken en nachtclubs volgende week zaterdag hun deuren. Ze zijn 2 jaar dicht en het wachten beu. Met de actie De Nacht Staat Op willen ze het nachtleven weer onder de aandacht brengen. Met bijvoorbeeld een testbeleid aan de deur, een 1G, 2G of 3G. Maakt niet uit in wat voor vorm, het moet gewoon kunnen. Het is veel meer, het is niet meer alleen het geld. Het is plezier, je hart wat je erin steekt. Maar niet alleen wij, maar ook voor de gasten die hier komen. Onder meer het Toon Hermanshuis in Hoogeveen staat stil bij Wereldkankerdag. Mensen die op welke manier dan ook met kanker te maken hebben, kunnen er terecht om met elkaar te praten. Dat is belangrijk, want er heerst nog steeds een taboe op de ziekte. Ik kwam eindelijk ergens terecht waar mensen begrepen wat er om me heen gebeurd was. Het Toon Hermanshuis moest in coronatijd 4 keer de deuren sluiten. Maar nu is het weer open en wordt er natuurlijk gesproken over Wereldkankerdag. We vieren het een beetje, is natuurlijk raar, met thee en taart. We hebben hier, daar zitten we nu voor, een soort gedenktafel als mensen toch even stil willen staan of een kaarsje willen branden. Het wordt weer wat rustiger, maar komende avond en nacht kan er nog altijd een bui vallen. Het kwik zakt tot 3 of 4 graden bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en de zon laat zich zien bij 7 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit west- tot noordwestelijke richting. Vanaf dinsdag neemt de bewolking weer toe, maar de kans op een bui is niet groot. De temperatuur loopt behoorlijk op, het wordt ruim 10 graden. Woensdag verandert er weinig, maar op donderdag laat de zon zich weer wat meer zien. Het wordt dan wel iets kouder. Tot zover deze Drenthe Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.